Nou, we zijn bijna klaar met de voorbereidingen, Marcel. Ja? Met de voorbereidingen van de kerstshow. De kerstshow van mij. Ja. Ik dacht eigenlijk dat jij in het pak zou komen. Hoezo? Meestal ben jij toch de man die echt in pak, een keurig pak komt. Maar, dus nu zien we jou een keertje achter de schermen bij Mega Hit FM. En dan ben je gewoon, zeg maar, casual. Ja, natuurlijk. Maar het is ook het eerste wat ik doe als ik thuis kom. Een dag hard werken. En dan is het eerste wat ik uittrek, is mijn pak. En ik trek mijn spijkerbroek aan. Op die manier. Heerlijk, man. Ja, dan weten we dat ook weer. Nee. Ja, even over de kerstshow, want de voorbereiding. We zijn natuurlijk druk bezig met de voorbereiding. We hebben hier een hele mand met kerstliedjes staan. Is het John Denver en de Muppets, de Eagles. Flappy zat er ook tussen. Oh ja, Flappy. Flappy kan ook. Dames en heren. Ja, Flappy. Echt gaan we Flappy natuurlijk ook draaien. Ja, heerlijk. Maar we hebben ook een paar originele kersthits, toch? Echt van die liedjes die je zelden of nooit meer hoort op de radio. En die gaan wij dan draaien in de kerstshow. Van 12 tot 2 op eerste kerstdag. Ja. Mega Hit FM. Ja. En ik wilde eigenlijk nog ook iets zeggen over de app. Hè? Want je kunt ons ook horen op de Mega Hit FM app. Waar is mijn smartphone? Waar heb jij die gelaten? Nee, die heb ik niet. Nou ja, in ieder geval, als je een smartphone hebt, dan kun je ook... Echt een Blackberry. Oh, daar kan het ook op. Mega Hit FM, overal te horen. Goed zo. Met onze app natuurlijk. En stemmen voor de top 100. Moet ook nog eventjes... Ja. Heb ik al gedaan. Dat heb je, ja, ik heb het ook gedaan. Maar ik moet ook nog even zeggen tegen de luisteraars van Mega Hit FM. Wat was het ook weer? Top100@megahitfm.com. Ja. En die wordt dan op 31 december uitgezonden, de lijst der lijsten. Maar eerst dus nog de kerstshow. Ja. Tussen 12 en 2. Trouwens, je oor. Zit mijn oor niet goed? Oh, dat is net, sorry. Dat Flappy daar zo zitten, maar dat is je eigen Flappy. Ja. Hè? Okay. Denk ik ook eens een keer goed over te komen op tv. Een flapje. Heb ik weer last van mijn flappie? Nee, sorry, hij staat leuk. Ja? Goed, Peter. Nee, kan het zo? Hij staat hier goed. Ik ben van de radio normaal gesproken natuurlijk. En nou dan ook tv. Je doet hem s'avonds wel af? Deze, ja? Nee, die hou ik op. Oh, zie je. Ik ben met de toeters opgeboren, zeg maar. Nee, dat hou ik zo. Nou, volgens mij hebben we het wel gehad, hè? Geweldig. We gaan de gang. Hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Oké, kom op. Dank je.